Rodriguez. Uit Amerika, wereldkampioenen. Ze is ook moeder van 3 kinderen en 36 jaar inmiddels. En zij staat vanavond in de blauwe hoek. En hier hebben we Lucia Rijker van Sportschool Vos. Zij is Nederlands kampioene, 56 kilo. En staat voor de taak om het op te nemen tegen de wereldkampioenen. De wereldtitel staat op het spel. In dit gevecht over 5 maal 2 minuten. Weg zijn we in de eerste ronde van deze damespartij. Lily Rodriguez in het zwarte pak tegen Lucia Rijker in de rode broek. Een verschil van 20 jaar tussen de beide dames. 16 jaar is Rijker pas en 36 voor Rodriguez. Boom. En Rijker slaat onmiddellijk toe met een tikkie. Dat lijkt me geen makkelijke partij voor Lucia Rijker. Ik denk erom dat het de geheid is die Rodriguez. Maar ze is aangeslagen. De been doet zeer, want daar heeft Rijker er geraakt. Daarom blijft ze ook stilstaan en doen. En nu lijkt het helemaal afgelopen te zijn. Je kan niet verder. En dat zou een sensatie betekenen. De mensen staan al te juichen. Ze kan niet verder, Rodriguez. En de ene hal wordt nu spontaan afgebroken. Lucia Rijker, hier bestormd door Jan en Alleman, is wereldkampioene bij de dames. Want ze wil niet hebben dat nu iedereen in de ring komt. Ze gaat eerst naar haar tegenstander toe en vraagt wat er aan de hand is en hoe het met haar gaat. Dames en heren, nogmaals, Lucia Rijker en Lily Rodriguez. De beste van de andere van de beste allemaal. Chris Dolman.